Een onmiddelstuk bij KV Mechelen. Natuurlijk een jeugdproduct van Club Brugge. Sobol opgejaagd. En hier is... Goed, goed, Michael. Speak. Nicolaas van den Bremt. Maar 18. En speciaal voor hem is dit. In de drie centraal achterin. Nicolaas van den Bremt. Hier is Emmanuel Dennis. Probeert de Bijker door de benen te spelen. En dit is een goede terugkeer van die andere jongster. Te zagen. Thomas van de Keibus. Centraal op het middenveld. Naar KV Mechelen. De eerste keer dreiging in het tweede uur. Bouchiri. Dat is goed van de voet. Rustig gebleven, goed weggedraaid. En dat druk zetten weer van Club Brugge dat ook balbezit oplevert. Koveliers en Pony. Binnengehouden. En wie biedt zich aan? Van de Keibus. Die duikt op verschillende posities op. Een te makkelijk balverlies van de Keibus. Dennis. Sobol. Dat het op links wel komt plots. Dus Malinois is er vrij goed op ingesteld op Boni en Koveliers. Die pressing Clemar duidelijk in te krijgen bij nieuwe doelman bij Club Brugge, Shinton. Van de Keibus, van den Bremt, laatste man. Maar goed. Van de Keibus, jaar. Antwerpenaar kwam over van het ter ziele gegaan Lokeren. En ook bij Germain. Een heel wat minder goede combinatie dan Heijremans met zijn linker. Van de Keibus. Dennis mag nu wat hoger. Het is een geweldige trap. Shinton zat er nog even bij. Maar het is vooral de lat die redding brengt voor Club Brugge. Bijna het eerste doelpunt vanavond van KV Mechelen. Shinton. Van de Keibus er goed tussen. Dan kan Dennis opnieuw vertrekken. Van de Keibus. En daar Heijremans. Die bal te ver van de voet springen. Zo wordt de intensiteit ook telkens opgevoerd aan de hand van de tegenstander. Hij is flitsen. Nee dus.